Sven Keums, 5-0. Dat had niemand verwacht vooraf, denk ik. Jij wel? Nee, verwacht niet. Gehoopt wel natuurlijk. Hè. Je hoopt hier om weer een goede uitgangspositie te hebben. Ik denk dat de eerste helft heel goed was. Heel veel druk naar voren toe. En ik denk dat we daaruit een paar keer scoren. En dan maak je het jezelf heel gemakkelijk in de tweede helft. Benaderde dat de perfectie, die eerste helft? Maar de perfectie is weg. Ik denk dat er wel altijd dingen beter kunnen. Maar qua druk was het wel echt goed vandaag. Ik denk dat dat helpt aan het hele team als ze van voor zo druk zetten. En dat is fantastisch. Perfect was één ding zeker en vast, Sven. Die assist van jou op dat doelpunt van Gift Orban. Geweldige bal toch? Ja, we werken daar veel op training. En de spitsen zijn klaar. Ze weten dat die bal kan komen. En ja, voor ons pakt het mooi uit vandaag. Moeten jullie nog naar Polen eigenlijk? Ja, uiteraard. Maar toch, het kan niet meer misgaan nu. Nou, het kan altijd, maar het mag niet. Hè. Ik denk dat als je zo'n wedstrijd speelt hier en je hebt zo'n uitgangspositie, dan mag het eigenlijk niet meer misgaan. Maar in voetbal kan alles en het zal daar zeker een andere wedstrijd worden dan dat we hier hebben gekregen. Dus dat mag ook niemand onderschatten. Deze wedstrijd is vast en zeker ook wel de bevestiging van het feit dat Gent in de flow zit. Hè. Dat is vandaag opnieuw onderstreept. Ja, klopt. Ik denk ook dat iedereen elke wedstrijd wil winnen. Ik denk dat een groot verschil is dit jaar. Dat iedereen echt vanaf minuut 1 in die wedstrijd wil zitten. En wil winnen. En dat is goed. En zolang dat we deze winning flow kunnen behouden, is dat alleen maar goed voor het vertrouwen. Gefeliciteerd. Geniet ervan.